Helemaal leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 14 januari en ik heb net rijles gehad. Het ging best wel slecht eigenlijk, omdat deze man had een nieuwe auto. En maar zeg maar een hele andere auto. Dus zeg maar het koppelen was heel anders en het schakelen was heel anders, waardoor hij 3 keer is uitgeslagen. Maar ja, zeg maar het rijden en zo ging wel gewoon goed. Alleen het was even wennen aan die nieuwe auto. Ik heb altijd met rijles een dunne jas aan, niet mijn winterjas, omdat ik het altijd zo bizar warm krijg tijdens het uitrijden. Dus doe ik eigenlijk altijd meestal, mijn spijkerjasje aan. Ik ben echt helemaal buiten adem. Het is nu rond 10:15 en ik hoef pas om 2:30 op school te zijn. Dus wat ik nu ga doen is even lekker Ex on the Beach van gisteravond kijken, want dat had ik niet gekeken. Want gisteravond was ik mijn vlog aan het bewerken. Ik ga even het laatste stukje van mijn vlog bewerken, zodat ik kan exporteren naar mijn laptop. En dat ik hem voor morgen online kan zetten. En ik had natuurlijk een tijdje geleden verteld, of 2 weken vlogs geleden verteld, dat ik even niet zo lekker in mijn vel zat en niet zoveel zin had om te vloggen. En ik denk dat ik wel kan vertellen nu ondertussen waarom. En dat komt omdat nu ongeveer sinds 1,5 maand... mijn ouders uit elkaar zijn. En ja, dat is gewoon even raar of zo. Omdat ik ben nu 18, over maand 19. En ze zijn gewoon altijd bij elkaar geweest. En nu zijn ze opeens uit elkaar. En dat is gewoon heel raar of zo. Zeg maar, ik woon nu in dit huis met mijn vader. En in het andere huis woont mijn moeder nu, zeg maar, tijdelijk. Totdat ze wat anders heeft gevonden. Want ik krijg ook heel vaak de vraag van, in welk huis ben je? En waar is dat huis? En ook in die video met Rosa van, van wie is dat huis? En waar zijn jullie? Bla, bla. Nou, dat is dus het huis van mijn moeder. Maar die zit er nu, zeg maar, tijdelijk. Dat is een huurhuisje tijdelijk. Totdat ze wat anders heeft gevonden hier in de buurt. Want ze wil graag een koophuisje voor mijn broertje en ik onze eigen kamer gewoon hebben. Dus gewoon dat we daar ook elke dag kunnen slapen als we willen. Want nu in dat huurhuisje heeft het maar 2 kamers. Dus dat is niet genoeg voor ons allemaal. Het is gewoon heel erg klein en mijn moeder wil het gewoon niet huren. Ze wil het kopen. En hier in de buurt, want dat is ongeveer waar ze nu zit, is hier 1/2 uurtje vandaan. En voor mijn broertje is dat gewoon niet makkelijk met de fiets en zo. Dus dat. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wilde zeggen erover. Meer ga ik er ook niet echt over zeggen. Ze zijn uit elkaar, klaar. Ik woon nu gewoon tijdelijk bij mijn vader. Althans, gewoon in het oude huis woon ik. En zodra mijn moeder haar eigen huisje heeft en ik daar mijn eigen kamer, ben ik daar ook wat vaker, denk ik. Maar elke donderdag na stage slaap ik in ieder geval bij mijn moeder. Want dat is lekker dicht bij stage en gewoon gezellig. En zie ik mijn moeder ook gewoon. En ja, dus dat is een beetje waarom ik niet zo lekker in mijn vel zat, denk ik. En gewoon, zeg maar, het is begin december gingen ze uit elkaar. En eind december was natuurlijk kerst en oud en nieuw. En de periode dat ik het filmen niet zo chill vond, was een beetje rond die periode. En het is gewoon raar om dan kerst en zo niet met z'n allen te vieren. En ook, zeg maar, ja, school. Ik vind school heel erg gezellig met de meiden en zo. Maar ik kom er wel gewoon steeds meer achter dat deze opleiding niet is wat ik later wil gaan doen. Ik ga het wel afmaken, want ik hoef nog maar 1,5 jaar. En dan ga ik daarna gewoon het hbo doen en kijken wat ik wil gaan doen. Want ik weet gewoon echt niet wat ik wil. En dat vind ik ook gewoon echt stront irritant. Dat ik gewoon nu een opleiding doe waar ik niks mee ga doen. En wat ik gewoon, ja, ik vind het gewoon irritant dat ik niet weet wat ik hierna wil. Zeg maar, iedereen weet wat hij wil en ik weet hier niet wat ik wil. Binnenhuisarchitect lijkt me heel erg leuk, maar de pabo lijkt me ook heel erg leuk. En het lijkt me ook gewoon heel erg chill om hierna gewoon fulltime te gaan werken. Maar ja, met een mbo alleen kom je niet heel erg ver. Dus ik wil wel heel erg graag een hbo doen. Ik zie dat ik alweer bijna 5 minuten aan het praten ben. Maar goed, dit was even mijn kleine uitleg momentje. Ik ga dus nu even Ex on the Beach kijken. Video verder afmaken. Schatjes naar school van 2:30 tot 6:30. En vanavond ga ik weer gezellig dansen met Jane en Melissa. Gaan we met z'n drieën naartoe. En Zoe komt ook. Dus dat is heel erg gezellig. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik praat nog een beetje zacht omdat mijn broertje nog aan het slapen is. Het is namelijk bijna 8:30. Ja. Het is bijna 8:30 en Shorty komt om 8:30 ophalen. Ik heb mijn tas wel ingepakt. En ik heb ook eventjes mijn Masha planner. Deze heb ik dus al best wel een tijdje. Maar ooit had ik dus voor het eerst meer school. En toen die dag regende het zo hard. Dus heel mijn planner helemaal lelijk geworden. Maar deze ga ik dus even meenemen naar school. Want ik heb over
2 weken toetsweek. En over 3 weken. Nee, over een maand. Ik wil. Over een maand heb ik mijn eerste examen. Dus ik wil even alles goed plannen en zo. Dus dat neem ik mee naar school. Wat ik aan heb vandaag is deze trui van Chiquelle. Met die split hier aan de zijkant. Deze broek van de H&M met de ruitjes. Maar die is niet meer te koop. En gewoon, ik weet niet of je het ziet. Iets hebben aan mijn rand. Mijn groene, maar die draag ik best wel weinig. Dus ik dacht, ik doe die er een keertje aan. Ik wilde dus eigenlijk vandaag een knot in mijn haar. Met deze leuke paarse scrunchie van Bosbabe Online. Ik heb er trouwens ook 3 van. Even kijken hoor. Ik had een rode ook. Of van een gele. En een groene. Hier deze. Nee, niet die. Oh, deze eronder. Eigenlijk had ik beter die groene dan kunnen doen. Maar oké. Deze 3 heb ik van dat Instagram account van Bosbabe Online. Maar mijn haar, omdat ik het gisteren in de vlecht had, heeft die allemaal van die gekke waves. Dus dan is het heel raar om dat in de knot te doen. Dus ik heb gewoon weer heel simpel, zoals normaal, een vlecht in mijn haar gedaan. Ik zit vandaag tot 4 uur op school. Mijn camera die is 10%, dus die ga ik eventjes in de oplader doen. Gisteravond ging ik dansen, was weer heel erg gezellig. Maar toen zat mijn camera dus eventjes in de oplader. Dus ik heb mijn camera niet meegenomen, dus ik heb ook niks kunnen filmen in de auto of zo. Maar het was wel heel erg gezellig. Vanavond ga ik sporten met Zoe, dus dat is ook heel erg leuk. En ik wil vandaag ook gaan beginnen aan mijn bullet journal. Want ik hoop dat ik op school heel veel kan afmaken qua werk. En als ik dat allemaal af heb, wil ik vanmiddag beginnen aan mijn bullet journal. Dat heb ik wel zin in. Ik heb allemaal op Pinterest. Ik ga het even laten zien. Gisteravond kon ik niet slapen. Dus toen heb ik dus allemaal van die inspiratie Zoe opgezocht. Ik vind het opeens zo leuk. Dus ja, als ik vandaag wat dingetjes voor school heb kunnen doen op school. Dan mag ik van mezelf vanmiddag aan mijn bullet journal. Maar school gaat nu wel eventjes voor. Ik zit tot 4 uur op school. En daarna kom ik weer lekker thuis. En dan zie ik jullie dan weer. Ik ben weer thuis van school. En ik had een klein stukje gefilmd in de pauze. Want ik was namelijk even met Char en Leo naar de HEMA geweest. Omdat ik had echt een agenda nodig. Want plannen, dat kan ik niet zo goed. En in mijn hoofd werd alles een zootje. En dus ik had even een agenda nodig, want ik heb volgende week toetsweek. Dus dan wilde ik even alles gewoon goed opschrijven. Ik zag deze bij de HEMA. En die was maar 25 cent, want het was 1 plus 1 gratis. En hij was 50 cent, dus je betaalde maar 25 cent per boekje. Dus Leo heeft de ander. Leo niet heet het trouwens, maar ik noem haar altijd Leo. En daar heb ik nu gewoon even alles ingezet. Bijvoorbeeld hier heb ik 2 presentaties. Hier ga ik naar Awakenings. Hier hand-voet examen. Hier ben ik jarig en hier vier ik mijn verjaardag. En dat heb ik dan met kleurtjes gemarkeerd. En dan hiervoor in staat wat alles is. Dus presentaties paars. Examentheorie is roze. Examenpraktijk is oranje. Feestjes zijn geel. Verjaardagen zijn groen. En lekker eten is blauw. Ik kom eigenlijk alleen een kleurtje tekort. Want ik was het kopje overig vergeten. Maar oké. Dus die heb ik gekocht. En het pakketje van de bol.com was binnengekomen. Want ik moest voor Zoe en mij even iets bestellen. Omdat Zoe en ik die zijn nu best wel bezig met sporten en zo. We willen heel graag heel vaak sporten. En zeg maar grote billetjes krijgen. En mooie strakke benen. En een mooie strakke buik. Maar heel veel oefeningen had je elastieken voor nodig. En die hadden wij niet. Dus die heb ik bij bol.com besteld. Gewoon deze. Waren 10 euro voor 5 elastieken. En dan hebben ze zeg maar allemaal een aparte stevigheid. Dus er zit een zwarte, een donkerblauwe, een gele, een rode en een groene in. En dan allemaal zijn ze anders. En het staat er ook op. Dit is de sterkste. Die heeft 5 bolletjes. De blauw komt erna. Die heeft er 4. Daarna komt de groene. Die heeft er 3. Daarna komt de rode. Die heeft er 2. En daarna komt de gele. Die heeft er 1. En dit is dan de slapste. En die zwart is dan de sterkste. Dus we gaan over een half uurtje moet ik zo je ophalen en gaan weer sporten. Dus dan neem ik ze mee, kunnen we ze uitproberen. En ik had natuurlijk vanmorgen verteld over mijn bullet journal. En die is ook binnengekomen. Ik heb van Mus is dit. Mijn bullet journal. En ik heb hem met zwarte stippen uitgekozen. Want ik vond die wel heel erg leuk. En ik zag het dus in de video van Janette. En toen dacht ik, oh my god.
dit moet ik ook, ik wil dit. En ik heb afgelopen weekend echt alleen maar dit soort video's zitten kijken. Allemaal dingen opgezocht op Pinterest, zoals ik jullie al laat zien. En vanavond als ik terugkom van sporten ga ik dit echt sowieso doen. Ik heb hier echt heel erg veel zin in. Als je hem openmaakt, zit er een boekje in. Die komt eruit volgens mij. Hij zit vast. Okay. Maar er staat dus van, oh het loopt allemaal weer gelijk te slopen. Hier staat dus een boekje in met allemaal dingetjes die je eventueel zou kunnen schrijven. En dan hier begint het gewoon mijn bullet journal. De maandoverzicht. Maar ik zal het vanavond wel allemaal filmen als ik erin ga beginnen. Maar hier ben ik echt heel erg excited over. Ik heb alleen nog geen zwarte pen of iets. Dus ik ga gewoon vanavond alles met potlood doen. En dan dat pen komt ooit wel. En ik wil misschien dit boek plastificeren omdat ik dat wel mooi vind. En een beetje een autistje ben. Dus nee, maar ik ga me nu even omkleden. En dan ga ik dus zo meteen sporten. Ik kan niet zien hoe laat het is, want mijn telefoon is het lampje. So as you can see. Het is nu 5:30. En ik ga me even omkleden. En dan ga ik zo weer ophalen en lekker sporten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag de 16e volgens mij. Ja, woensdag de 16e. Het is 8:15. En Jar komt zo meteen ophalen. We gaan met de auto naar school. Dus dat is echt heel erg chill. Ik wilde eigenlijk alvast een klein stukje uit mijn bullet journal aan jullie laten zien. Want gisteravond heb ik daar dus een klein stukje uit gewerkt. Ik heb hem vannacht even onder dit grote dikke boek gelegd. Zodat hij mooi plat blijft. Even kijken hoor. Ja, met die eerste dingetjes heb ik nog niks gedaan. Want dit ga ik ook niet doen. Hier ga ik denk ik gewoon iets overheen plakken. En hier wil ik echt zo'n travel een lijst maken waar ik allemaal ben geweest met de foto's en zo. Maar hier heb ik nu dit gemaakt. En dit wordt mijn dit wordt mijn Instagram tracker ding. En dit YouTube, daar kan je dus bijhouden hoeveel volgers of abonnees je hebt op de eerste van de maand. Nou, dit was dat dus bij mij in januari en op februari. Maar ik heb nu nog allemaal met potlood getekend omdat ik nog niet zo'n zwarte stift heb of zo'n zwarte pen. En ik moet hier nog even Instagram boven schrijven, maar dat lukt elke keer niet. En toen dacht ik, oké, ik ga gewoon slapen. Maar ik vond dat dit op zich wel oké, gelukt was. Ik moet alleen, als ik het over heb getrokken, dat streepje even wegrummen. Maar ja, dat boeit niet zoveel. Ja, voor de rest heb ik nog niks. Maar ik vond het best wel grappig, want dit lijkt natuurlijk op die Polaroid. En ja, dan ga ik ze leuke kleurtjes geven en zo. Dus dat wil ik eventjes aan jullie laten zien. Ik doe deze weer op, zodat hij niet zo bol gaat staan, dat boek. En gewoon mooi blijft. Ik kreeg in mijn vorige week vlog ook de vraag of ik vaker wilde laten zien waar mijn kleding van was, wat ik aan had. Volgens mij doe ik dat wel, maar blijkbaar nog niet genoeg. Die trui die ik aan heb met Get Off My Back, die komt van de H&M van al zomer 2017. Dus die is er sowieso niet meer. Deze flarebroek van Sting. En dan doe ik deze grijze jas erbij aan, want ik hoef nu toch niet op de scooter. Dus ik kan mooi deze jas aan. En ik denk mijn... Ik wilde eigenlijk mijn rode isje bij mijn rand aan doen. Maar ik moet vandaag zwarte schoenen aan in de les. Dus ik denk mijn zwarte isje bij mijn rand. Maar dan wordt het best wel een zwart-witte outfit. Maar oké, boeit niet. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik moet even mijn praktijkjasje zoeken. Want ik kan die dus echt serieus waar nergens vinden. Dus die ga ik even zoeken. En ik zit vandaag tot hoe laat zit ik op school? Tot 5:00 op school. Daarna ga ik thuis verder aan mijn bullet journal. En dan ga ik vanavond bij Miu slapen. Dus dat is heel erg gezellig. Morgen heb ik gewoon weer stage. Namelijk. Ik zit echt even te bedenken waar die jasjes kunnen zijn. Nou, ik ga die jasjes even zoeken. En zie ik jullie straks op school. Nou, dicht. Nou, alleen die andere kant volgens mij. Misschien duurt het daarom zo lang, omdat die ouders er omheen moeten. Ja. Sjaars wil ik hem ophalen. Ja. En het is nu 8:45. En om 9:00 moeten we op school. Mag ik vragen waarom jij niet gewoon hier neerzet? Ja, omdat... Oh. Nee, dan zit hij heel... Kijk, dan staat hij scheef. Oh ja. En wel een mooi rood hoofd. Voor de oude vogels. Ik denk dat we ik echt heb al... gewoon geen make-up op ook niet, hè? Ik denk dat we gewoon bijna al 10 minuten hier staan. Ja. Maar ik denk ook dat het komt, omdat ik weet hoe het komt. Het is daar natuurlijk dat stukje. Dat zeg ik net. Oh. Dat stukje is afgesloten, dus iedereen moet er omheen. Yeah. Iedereen moet over één baan.
ziek is 14. Hij was zo ziek in zijn hoofd dat hij het allemaal ging doen. Kijk eens hoe goed. Ik mag niet de rest filmen natuurlijk. Kijk even hoe goed ik bezig ben. Even laten zien. Ga je me naar uitlachen, Sjur? Oh. Kijk, ik heb gewoon al dit paars al af. Die kan je niet tegen. Nee. Dit zijn al onze examens deze periode. Krijgen we er nog meer? Nee, toch? Nee. Dit is het. Ik hoef alleen maar... Daar nog. Dat was het ook wel. Probeer. Ja? Hallo. 9 uur later en we zijn klaar met school. Zo te zeggen. Ik ga even een liedje aanzetten. Het kan zijn dat hij gaat vallen. Een cameraatje. Ja. Oh, wacht. Kun je een lamp achter? Een lamp? Wat ben ik aan het doen? Misschien heb ik een paal hier achter. Hij staat perfect nu zo. En het regent buiten, dus ik ben zo blij dat we op de school zijn. Of met de auto. Ik weet niet wat jij fijner vindt. Oh god, we moeten zo. Oké, ik ben weer een klein stukje verder gegaan in mijn bullet journal. En ik dacht, ik zal het even laten zien. Maar ik ben er niet heel tevreden over. Deze stickertjes komen trouwens uit een Masha planner. Dus dat vond ik wel leuk om erbij te doen. Maar ik heb dus dit gedaan. Ik moet dit nog even wat netter recht plakken. Maar hier wil ik allemaal verjaardag van iedereen gaan schrijven. En ik heb deze kalender gemaakt. Maar ik vind dit, zeg maar, dat oranje en paars en zo, vind ik heel leuk. Alleen ik heb echt heel erg veel spijt. Of nou, heel veel spijt. Van dat ik dit turquoise heb gemaakt. Want het is echt heel lelijk. Ik weet ook niet of ik die sterretjes er leuk bij vind. Maar ik vind het zo zonde. Maar ik zat dus te denken om misschien die sterretjes dus hier op te plakken. Dat is misschien wel leuk. Maar dan moet ik nog even kijken binnenkort. En verder heb ik nog niks gedaan. Trouwens, deze dingen doe ik met een pastel markers van Stabilo. En ik had dus ook nog een zwarte pen beneden gevonden. Dus daar heb ik nu zeg maar die... Dit geschreven en zo. Die 1, 2, 3 heb ik ook niet echt heel mooi geschreven, maar vooruit. Maar ik vond het wel leuk om dan hier alle verjaardagen te doen en dan hier de kalender. Hier weet ik nog niet echt wat ik ga doen. Hier wil ik, zeg maar voor alle vakanties die ik dit jaar ga maken, wil ik een Polaroid plakken. Zodat ik weet waar ik dit jaar ben geweest en dan wil ik het hier gaan inkleuren. Dat lijkt me wel heel erg leuk. En dan hier natuurlijk dit. En ik denk dat ik dan hier wishlist en goals ga maken. En dan vanaf hier ga ik denk ik gewoon beginnen. Maar ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Maar ik vind het zo zonde van dat blauwe. Maar ik denk dat ik... Oké, ik ga even proberen als ik, wat er gebeurt als ik die sterretjes erop plak. Oké, nu ziet het er zo uit. Maar dat is misschien een beetje gek omdat het een wat groter sterretje is. Oké, heb je nog een oplossing voor dat blauwe wat ik ermee kan doen? Laat achter in de reacties, want ik wil het echt graag weten. Maar dit vind ik op zich... Wel leuk eruit zien zo. Dus. Oh, ik kan echt niet wachten om verder te werken. Maar we gaan nu eten. En daarna ga ik naar Mewtwo. Dus ik ga ermee stoppen voor nu. Oh ja, het is vandaag vrijdagavond. En sorry dat ik er niks heb gefilmd gisteren en vandaag. Maar woensdagavond bleef ik bij Mew slapen. En vanaf daar ging ik naar stage. Vanaf stage ging ik naar mijn moeder. Bleef ik daar weer slapen. Dus vanmorgen vanaf mijn moeder ging ik naar stage. En nu ben ik weer thuis. En mijn camera lag thuis. Misschien moet ik maar gewoon 2 camera's gaan kopen. Of 3. Eentje voor bij Mew thuis, eentje voor bij mijn moeder thuis en eentje voor bij mijn vader thuis. Dus ik heb niks gefilmd. Wel heb ik 2 hele leuke pakketjes binnengekregen. Dus die wilde ik eventjes aan jullie laten zien. Ik ga vanavond niks meer doen. Niet uit, niet. Ik ga gewoon lekker in bed liggen. Heb ik echt heel erg veel zin in. Als eerst heb ik een pakketje ontvangen van Rosefield. Dat is een horlogesmerk. En daarvan heb ik een horloge gekregen. Ik heb een samenwerking met hun. Binnenkort zullen jullie ook een Instagram post hiermee kunnen verwachten. Want er zit ook een kortingscode bij voor jullie. Dit is namelijk een Valentijns collectie. Of Valentijns special. Maar ik kan hem wel vast aan jullie laten zien.
Dit is het horloge. Voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik geen horloge heb en altijd zilver draag. Maar hier zit dus ook goud in. Wat heel erg leuk is, want dan kan je hem dus dragen of als je zilver draagt of als je goud draagt. Dus het kan voor allebei. En tegenwoordig kan zilver met goud ook gewoon. En ik vind echt dat het in een super schattig lichtroze doosje zit. Ik ga hem er gewoon even uithalen. Ik zal even een linkje van deze in de beschrijving zetten. Er zit ook nog een folieplaatje op. Ik heb dus nog nooit een horloge gehad, dus ik weet eigenlijk ook niet echt hoe dit werkt. Ja, vroeger had ik zo'n Icewatch horloge, weet je. Ik weet niet of iedereen dat kent. Oh ja, ik heb hem open volgens mij. Hallo? Even kijken. Ja, ik heb nu geen sieraden om, want die moest ik dus... Oh, oh my god, hij is echt veel te groot voor mij. Kijk! Oh my god. Zou je dit zelf nog kleiner kunnen maken? Kijk dan. Ik weet niet of je het kan zien. Er past gewoon nog een hele hand in. Maar anders zou die wel echt heel erg leuk zijn. Ik ga vragen of mijn vader die misschien kleiner kan maken. Of moet ik het echt naar de juwelier brengen? Want dat is echt veel te groot. Maar ik vind hem wel echt onwijs heel erg mooi. Gewoon heel... Ja, ik weet niet. Gewoon straks met mijn armbandjes eromheen en zo. Vind ik heel erg leuk. Kijk dan, ik kan gewoon zo... afschuiven. Oké, daar ga ik dus even naar kijken nog of die nog kleiner kan. Er zit ook dit bij. Ik weet niet precies wat dit is. Het lijkt een beetje op een doorzichtige klutje of zo. Ik kan het even maken. Gewoon een doorzichtig zakje. Altijd handig. Het is ook handig voor als je bijvoorbeeld gaat vliegen en je make-up in een doorzichtig tasje wil doen. Chill, die was dus ook van dat Rose Fields. En dan mocht ik nog wat uitzoeken bij Come Get Fashion weer iets. En ik zag weer een heel gaaf paar schoenen staan. Ik heb natuurlijk al zilveren. Ik weet niet of iedereen die kent. Maar die staan daarboven. Die heb ik toen ook van hun gekregen. En ik mocht weer wat uitzoeken. En toen zag ik deze schoenen. Toen dacht ik, oh, leuk. Hiervan zou ik even een linkje in de beschrijving zetten. Zijn namelijk deze slangen schoenen. Ik zag wel dat ze een punt hebben. En normaal draag ik dus geen schoenen met punten. Maar ik vond ze echt oprecht heel erg gaaf. Dus ik dacht, weet je, de jantjoen proberen. Ik ga ze even aantrekken. Ik heb ze in de maat 36. Even kijken hoor. Oh, de maat is in ieder geval goed. Even de spiegel laten zien. Dit zijn ze. Ik vind ze best wel gaaf of zo vanaf de achterkant. Ik ben niet helemaal weg van die punt. Maar ik vind ze op zich voor een foto is best wel leuk als je zo die schoenen ziet. Zo. I like it, I like it. Ik vind ze echt best wel gaaf. En ook gewoon gaaf om in je kast of zo op zo'n plank te hebben staan of zo, weet je. Ik vind ze heel erg leuk. Even het papier eruit halen hoor. Dus dat zijn deze. Verder ga ik vanavond dus eigenlijk niks meer doen. Echt hele saaie dagen heb ik afgelopen week gehad. Maar goed, ik hoop dat jullie de weekvlog toch een beetje leuk vinden. Voor morgen moet ik werken van 12 tot 4. En in de avond komt Miel als het goed is. En zondag is wel heel erg leuk, want Char, haar nicht, die heeft een eigen webshopje met allemaal leuke sieraden. Ik heb hier ook twee paar oorbelletjes liggen. Bijvoorbeeld deze. Ik weet niet of je het goed ziet. Met panterprint. En deze met een pantertje. Ja, die. Die komen dus van haar webshopje. Ik zal het wel even in de beschrijving linken. Maar ze heeft dus een nieuwe collectie. Ze had gevraagd aan Char en mij. Er komen volgens mij ook nog vriendinnetjes van haar. Of we dan model wilden staan voor die sieraden. Zodat ze dat kon shooten. Dus dat is wel heel erg leuk. Daar zou ik jullie wel mee naartoe nemen. Als ik al dingetjes mag filmen. Ik weet natuurlijk niet of ze dat allemaal geheim wilt houden. Ik ga nu lekker douchen. Want ik heb echt heel erg koud. Zulke stage dagen zijn best wel zwaar. Voor de mensen die stage lopen. Die weten dat denk ik wel. Dus ja. Sorry dat ik zo weinig heb gefilmd. Deze week. Maar ja, weet je. Ik heb het vorige week ook al verteld. School begint weer en mijn examens beginnen volgende week. En ik ben gewoon heel erg druk bezig met school. En ook gewoon, ik zit tot laat op school. Dan heb ik weer stage. En dan morgen moet ik weer werken. En ik kom er gewoon niet echt aan toe. En ik moet ook niet vergeten om mijn camera mee te nemen. Pardon. Als ik bij mijn moeder slaap. Want
als ik daar ben en ik vergeet mijn camera, kan ik dus al helemaal niks filmen. Terwijl ik wel gisteravond had willen filmen. Dus dat moet ik echt gaan onthouden. Maar dat is nog even nieuw in mijn hoofd. Dus dat, ik ga nu lekker douchen en dan zie ik jullie. Goedemorgen allemaal, schrik niet van mijn wenkbrauwen. Ik ben ze aan het verven namelijk. Maar ik moet even intrekken, vandaar dat het zo donker wordt. En ik heb het best wel dik gedaan, omdat ik van dikke wenkbrauwen hou. Ik heb het met deze spulletjes gemaakt. Eerst deze verf heb ik een klein beetje van ingedaan. En vervolgens doe je van dit spul 3 druppeltjes erin. En dat meng je dan. En dan breng ik het aan met een kwastje. Ik weet even niet waar die ligt nu. Volgens mij heb ik hem weer in mijn kast gelegd. Nee, oh hier. Zo, morgen. Ik breng het dan aan met dit kleine kwastje van Essence. Is deze gewoon zo'n... Oh, is dat lekker scherp ook? Is dat niet scherp? Nee, maar in ieder geval zo'n schuin afgesneden kwastje. En als ik dan ben uitgeschoten of zo, dan trek ik het dus strak met wattenstaafjes. Vandaar dat het dan zo strak wordt. Ik ga dit even 10 minuten laten intrekken. Ik ben ondertussen de vlog van Charlotte aan het kijken. Charlotte Blitzen. Het is nu 9:45 ongeveer. En ik moet vandaag werken tot van 12 tot 4. Maar daarvoor ga ik eerst even sporten met Zoe. Want sport is bij ons werk. Dan kan ik in één keer door. En dat is zo lekker. Dan ga ik nu sporten. Dan ben je helemaal bezweet. En daarna kan ik gelijk het zwembad inspringen. Want ik kreeg kinderzwemles. Vet chill. Dus dat is de planning voor vandaag. Vanavond komt Miu. Oh, ik lijk echt net op Bert en Ernie. Mijn wenkbrauwen zijn zo donker. Het is niet normaal. Maar zo donker worden ze niet dit echt hoor. Ik zal zo meteen wel even het eindresultaat laten zien. Maar dat is dus een beetje de planning voor vandaag. Morgen hebben Char en ik een soort shoot voor haar nicht. Die heeft een eigen kleding of een eigen sieradenlijn. En verkoopt ook scrunchies. Ik zal het even in de beschrijving zetten. Volgens mij heb ik het gisteren al verteld. Maar goed, dat weet ik niet meer. Dus even voor als ik niet heb verteld. Morgen gaan we haar helpen met nieuwe collectie shooten. En aanstaande maandag gaan Char en ik de collectie voor Vlot shooten. Want volgende week komt een nieuwe collectie van Vlot online. Dus dat is heel erg leuk. Volg je Vlot nog niet op Instagram. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Dat je dat kan volgen en op de hoogte kan blijven van de nieuwe collecties. Mijn arm wordt heel erg lam. Ik ga even wachten tot ik mijn wenkbrauw eraf kan halen. En dan laat ik jullie zo meteen het eindresultaat zien. Ik heb het er nu afgehaald, de wenkbrauwverf. En het ziet er nu zo uit. Misschien is het nu nog een beetje heftig, maar vanavond na het douchen en alles zal wel weer wat minder zijn. Ik ben er wel blij mee, want nu hoef ik even voorlopig niks aan mijn wenkbrauwen te doen. Ook zo meteen mee te zwemmen, dan heb ik gewoon wenkbrauwen op mijn hoofd zitten. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ik ga nu eventjes mijn badpak aantrekken. Want wij moeten met zwemles, heeft iedereen hetzelfde badpak, dus die moet ik ook aan. Die ga ik even aantrekken. Even wat aan mijn hoofd doen. Sportkleding aantrekken. Lenzen indoen. En dan ga ik lekker sporten en daarna lekker werken. Het is einde van de avond. Vanmorgen hadden Char en ik dus die shoot bij het ornicht. Ik zal nog even het webshopje zo in de beschrijving zetten. Maar het ziet er echt niet uit. Het is echt heel erg vet. Sorry daarvoor. Daarna ben ik met Miu en mijn moeder de stad in geweest. En bleef mijn moeder eten. En ja, ik ga bij deze gelijk de weekvlog afsluiten. Wil je nou zien wat er in de nieuwe collectie komt van Vlot? Aanstaande zaterdag voor jullie, de 26e, komt de nieuwe collectie online. En volgende week in de weekvlog zal ik het ook helemaal uitgebreid laten zien en zo. Dus dat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik weet niet of die lang of leuk is geworden. Maar ik heb al gezegd dat deze weken een beetje druk zijn met school en zo. Dus dat ze daarom misschien wat minder leuk zijn. Maar vanaf februari zullen ze weer helemaal leuk en top worden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het nou toch leuk? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week.